Sommigen vinden het echt niet leuk en dat snap ik. En zijn ook geagiteerd en worden boos. In een heel enkel geval zelfs agressief. Het najaar staat voor de deur en dat betekent dat burrelende herten hier weer massaal aanwezig zijn op de Veluwe. En dat trekt tegelijkertijd ook vele honderden mensen hier naartoe om te kijken en te luisteren naar dat bijzondere natuurfenomeen. Maar dat is niet de bedoeling en er werd daarom afgelopen weekend ook flink beboet hier op de Veluwe. Op dit moment is dus de hertenbronst gaande en dat is de paringstijd voor de herten. Dat zorgt voor een uniek tafereel van burrelende herten en dat is iets fantastisch om naar te luisteren. Maar dat trekt natuurlijk ook ontzettend veel bezoekers vanuit heel het land die hier naartoe komen kijken om dat spektakel aan te zien. Is hertenkijken op zich verboden? Of nee, hertenkijken is in die zin niet verboden. Alleen het probleem is dat de grondeigenaren vaak bebording bij de bossen hebben neergezet. Ja. Dat er na zonsondergang niet meer in de bossen mag worden gekomen om het wild rust te geven. Ja. En mensen gaan dat toch in omdat ze te nieuwsgierig zijn. En daardoor lopen ze dus plekken op waar wild eigenlijk bezig is met of rusten of met in dit geval de voortplanting. En dat is niet de bedoeling. Ja, kijk, wat er gebeurt, die brons is voor de herten, wilde dieren, is gewoon een heel belangrijke periode in het jaar. Er zijn eigenlijk twee periodes, de kraamtijd dat de jongen geboren worden en de voortplantingstijd, dus dat de jongen gemaakt worden. Dat is de bronst. De hertenbokken die moeten de hindes, de vrouwtjes, imponeren. De herten die moeten concurreren met andere hertenbokken. Die moeten het gevecht aangaan, elkaar indruk op elkaar maken en ondertussen die vrouwen verleiden. En dat is een spel waarbij ze heel gevoelig zijn voor verstoring. De dieren zijn van nature bang voor mensen. Ze zijn heel schuw. Dus als wij dan niet voldoende afstand houden, dan slaan ze op de vlucht en ze raken eigenlijk helemaal uit hun spel. En dat kost heel veel extra energie en het is al een situatie waarbij ze ontzettend veel energie verbruiken. En hoe gaat dat dan? Jij rijdt met je auto in het donker door het bos in de hoop dat je die mensen tegenkomt? Of heb je een soort speciale opsporingsmethode? Hoe ziet dat eruit? Nou, we willen uiteraard als boa's natuurlijk zelf niet ook onrust geven. Ja. Dus wij maken gebruik van nachtzichtapparatuur, dus restlicht, maar ook warmtebeeld. En daarmee scannen wij dus eigenlijk de bospercelen af om te kijken of wij op een afstand al zien of er mensen in het bos lopen. En als dat het geval is, dan bekijken wij hoe ver zij het bos in zijn en hoe laat het is. Kijk, als het net een kwartiertje na zonsondergang is, dan gaan wij niet gelijk even door de vingers. Dan geven wij een waarschuwing en dan gaan we gewoon een goed gesprek aan. Maar als men ruim na zonsondergang nog steeds in het bos is, dan zullen wij daar naartoe gaan en zullen wij op dat moment een proces-verbaal uitschrijven, dus een bekeuring. Hoe reageren de mensen erop als ze zo'n prent krijgen? Dat is heel divers. Sommigen zijn heel begripvol en sommigen vinden het echt niet leuk. En dat snap ik. En zijn ook geagiteerd en worden boos. In een heel enkel geval zelfs agressief. Maar het merendeel snapt het op zich wel, want we proberen altijd uitleg te geven waarom we het doen. En de een heeft daar nou eenmaal iets meer begrip voor dan de ander. Social media zag je ook veel mensen die zeggen van nou, je mag ook helemaal niets meer. Hè? Laat ons toch gewoon onze gang gaan. Het zal wel meevallen allemaal. Ja, nou dan moeten we echt wat meer natuur hebben in Nederland voordat we dat zo kunnen gaan doen, denk ik. Het is veel te kostbaar en er ligt zoveel druk op de natuur. Vanuit allerlei factoren. En dat is ook onder andere de aanwezigheid van ons als mensen. En het is natuurlijk fantastisch om ervan te genieten, maar wel met respect en op afstand. En waarom willen jullie juist dat die mensen zich niet buiten de paden geven en niet in het bos zijn na zonsondergang? Nou, kijk, ik maak altijd de vergelijking van als wij thuis zijn, dan kunnen wij een hek op slot doen. En als daar iemand zomaar inloopt, dan kun jij als mens zeggen, hé, dit is niet de bedoeling, ik wil dit niet. Dieren kunnen dat niet en planten ook niet. En wij als boa's vinden dat wij eigenlijk de stem vertegenwoordigen van de plant en dier, flora en fauna. Om te zeggen van, hé, dit is niet de bedoeling. 'S Nachts is even dit terrein even van ons, want dit is ons huis. Maar is dit ook een terugkomend probleem of merk je dat dat probleem groter wordt? Het is in die zin een terugkomend probleem, alleen je ziet wel dat het probleem wijzigt. Het is namelijk zo dat bepaalde technieken zoals warmtebeeld en restlicht was vroeger niet beschikbaar. En dat is nu wel beschikbaar. En wat er dan gebeurt is dat zij zo'n camera aanschaffen, omdat zij geïnteresseerd zijn in de natuur aan zich. Ja. En daardoor heel mooi wild kunnen spotten, wat zich eigenlijk veilig waant als het normaal in het donker in de dekking staat.
als je het daarbij laat, is het daar nog tot daaraan toe. Maar wat je ziet, is dat mensen dan toch nieuwsgierig zijn en dichter erop lopen. Ja, met het gevolg, als er wind op komt en het wild ruikt dat, is dat verstoring. En dat lijkt niks, maar dat kan grote gevolgen hebben. Begrijp je dat de mensen hier zo massaal naartoe komen? Ik begrijp het zeer zeker. Het is een fantastisch fenomeen. En nogmaals, wij zijn ook niet tegen de mensen die dit natuurspektakel willen zien. Het gaat ons erom, ga gewoon niet die natuurgebieden in, want dat verontrust dieren. En net wat ik zei, wij willen ook niet dat mensen onze tuin en ons huis inlopen. En dat doen wij feitelijk nu wel op het moment als die dieren daar zijn. Wil je nog meer van onze verhalen lezen of zien? Download hier dan gratis de app van het Reformatorisch Dagblad.